Beagles. Ze zijn ontzettend schattig als huisdier, maar ze worden ook gebruikt als proefdier. Vooral om te kijken of nieuwe medicijnen schadelijk zijn voor het hart. Ook ratten, muizen en apen worden gebruikt. Maar proeven op dieren duren vaak lang, zijn duur en meestal komen de geteste medicijnen niet eens op de markt. Zonde, dachten medici en techneuten in Nederland. Ze gingen samenwerken. Medici kunnen namelijk uit menselijke stamcellen kleine orgaantjes kweken. Denk aan een mini-hart of mini-hersenen. De techneuten plaatsen zo'n klein orgaan dat slechts uit enkele cellen bestaat op een chip. En dan kan het medicijnentesten beginnen. En de chip meet de resultaten. De chip die daarvoor wordt gebruikt, wordt ontwikkeld in Nederland. Onder andere hier in Delft. Dit orgaan op de chip is speciaal ontwikkeld om een mini-hartje na te bootsen. Dus wat we hiermee doen is, we zetten op dit chipje, op het middelste gedeelte ervan, zetten we hartspiercellen. Dat zijn menselijke hartspiercellen die met stamcelachtige technieken gemaakt zijn. En vervolgens kunnen we op dat membraampje aan die cellen meten. En we kunnen kijken hoe die cellen reageren op de toevoeging van medicijnen. Kijk, zo ziet een mini-hart op een chip eruit. Je ziet, het klopt gewoon. Het testen van medicijnen gaat op deze manier sneller en goedkoper. En de technologie kan ook gebruikt worden bij het zoeken naar het juiste medicijn voor de genezing van kanker, vertelt ontwikkelingsbioloog Joost Gripnauw. Op het moment dat jij uit patiënten tumoren kunt halen en in het klein, in het mini kunt groeien, en dus in één keer ongelooflijk veel medicijnen kunt testen op die tumor, dat is prachtig. Dan is omdat dat er een match tussen zit. Is veel en veel groter dan voorheen. Nederland loopt met deze ontwikkeling naar orgaan-op-chip-technologie inmiddels wereldwijd voorop. En dat is goed nieuws voor ons mensen en voor deze dieren. Verslaggever Marijn Dogge op de redactie. Het is de bedoeling dat deze technologie veel dierproeven overbodig gaat maken. We zien de laatste jaren ook steeds meer onderzoeken verschijnen waaruit blijkt dat dierproeven eigenlijk helemaal niet zo goed zijn om medicijnen te testen. Omdat katten- en muizenlichamen nu eenmaal heel anders in elkaar zitten dan menselijke lichamen. Het zal je overigens niet verbazen dat Proefdiervrij natuurlijk een groot voorstander is van deze technologie. En deze stichting heeft zelfs aangegeven daar geld in te willen investeren. Ja, absoluut, dit is een prachtig onderzoek en weer een prachtig voorbeeld van wat er mogelijk is op het gebied van Proefdiervrij onderzoek. Wij hopen zelf dat we in de nabije toekomst ook zo'n soort onderzoek kunnen gaan financieren. En geld is hard nodig, want de technologie werkt. Maar om hem echt massaal te kunnen gaan gebruiken is nog meer onderzoek nodig.